Hallo, welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Als jullie nieuw zijn, ik ben Evelien en welkom. Vandaag gaan we zien hoe mijn hond reageert en gaan mijn broer pranken. Oh yeah, oh yeah. I'm gonna scare the shit out of you. Laten we beginnen. Pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fuck and we rise through it all till we find what we want. Then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Lost in the moment. Mama is mijn broer halen van school. Dus ik heb ongeveer. Tot 4 uur, 4:15. De tijd. Ik heb les tot 4:30, maar normaal hebben we vandaag vroeger gedaan. Omdat onze docent ook vakantie wil hebben. Nu is het even pauze. En ik ga de camera al proberen op te zetten ergens. Zodat ik die alleen nog moet aanzetten voor te filmen. Wanneer ze hier bijna zijn. Mama gaat me een sms sturen. Als ze bijna hier zijn. En dan ga ik me weer stoppen met het masker waar ik ook mijn hond mee heb verrast. Mijn hond wist dat ik eronder zit, by the way. Dat is geen dierenmishandeling of zo. Maar die doet altijd zo. Ook als je mondmasker op hebt, dan speelt hij. Die heeft niet echt schrik, maar die begint gewoon te rennen gelijk een gek. En dan haalt hij alle speelgoed wat hij kan vinden uit. Dus geen angst. Ik doe echt niks om mijn hond kwaad te doen of zo. Dus zo ben ik niet. Ik ben een dierenvriendje. Maar ik wou gewoon jullie de reactie laten zien, want zo doet ze ook als ik een mondmasker op heb. Dus dat is compleet hetzelfde hoe die reageert. Maar ik denk dat ik mij hier aan de zetel ofwel bij het muurtje ga verstoppen. Zo hier. Dat ik mij hier ga zetten en dan komt hij hier binnen en dat ik dan hier zo zit. Met mijn masker op, ofwel ga ik hier staan in de hoek. Dus dat weet ik nog niet. Dan moet ik nog even gaan bedenken hoe ik dat ga doen. Maar dat ga ik nu snel doen voordat de pauze om is. En dan zie ik jullie zelfs. Let's go. A few moments later. Many months later. Two thousand years later. We zijn de volgende dag. Ik ben gisteren vlog vergeten af te sluiten. Waarom weet ik niet meer. Maar hij was keikwaad. Hij heeft mezelf gestampt. Maar het was wel best grappig. Hij vloog zo helemaal tegen de deur. Op camera was het niet te goed zien. Omdat mama het licht had uitgedaan. Oeps. Fail. Maar ik had hem wel goed. Want hij had zich echt geschrokken. Dus dat was best wel grappig. Ik ga proberen meer te doen. Ik vind dat best wel fijn. Maar dan gaat hij het ook al vaker bij mij terug doen. Dus ander verhaal. Maar maakt niet uit. Ik ga deze vlog hier gewoon afsluiten. Ik weet niet hoe lang deze vlog gaat zijn. Want ik heb niet zoveel gefilmd.
Maar we zullen zien. Ja. Ik denk dat dat het is voor deze video. Ik hoop dat je het ook fijn vond. Het was de eerste keer dat ik echt zo een scary prank on hem deed. Ik vind dat best wel fijn om mijn broer te laten schrikken. Ik weet niet waarom. Vroeger deed ik dat ook al. Dan ging ik zo, ja, met maskers en zo overal staan. Bijvoorbeeld als hij van wc kwam, of uit de badkamer, of uit de slaapkamer. Dan deed ik dat ook al. Soms doe ik dat ook als ik zo, dan neem ik zijn bluetooth van zijn tv over. En dan speel ik opeens heel luide muziek. Maar als hij dan aan het praten is met iemand in de PlayStation, kunnen die dat ook mee horen. Dus dat is vies grappig. Maar dus, ik zit in mijn PJ's. Mijn cozy PJ's. Maar ik ga deze log hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het fijn. Ik vond dat soms heel fijn om te doen. En dank om te kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. En doe thumbs up. En klik op de bel als jullie altijd melding willen krijgen van een nieuwe vlog.